Jullie hebben net een 10-puntenplan overhandigd. Wat staat daarin? Ja, 10 hele belangrijke punten om de kansengelijkheid in het Leidse onderwijs te vergroten. Ik kan er eentje noemen, die staat voor mij bovenaan. Dat is de vroege en voorschoolse educatie bevorderen. Dat betekent dat kinderen die net dat extra zetje nodig hebben, op het gebied van bijvoorbeeld taal of sociale ontwikkeling of emotionele ontwikkeling, dat die al vroeg, voordat ze naar school gaan, daar extra begeleiding in krijgen. En op dit moment bereiken we al een behoorlijke groep, maar er is ook een hele grote groep die nog niet bereikt wordt. En het is voor ons heel belangrijk dat al die kinderen bereikt worden. Dat ze allemaal een grotere kans krijgen om in het onderwijs echt er iets van te maken. Jullie willen de punten die in uw papier hebben gezet ook de komende weken in de gemeenteraad aan de orde stellen, hè? Zeker. Wij hebben komende dinsdag een commissievergadering. Dat gaat over de kaderbrief. Dat is een brief naar een groot pakket waar alle plannen in staan voor de komende tijd van het college. En daar willen we ook gewoon de punten die we hier op het plan hebben staan in de raad brengen. En ze ook erdoor krijgen, zodat er ook echt iets gaat gebeuren. Er is heel veel geld vanuit het Rijk. 8,5 miljard ter beschikking gesteld voor het onderwijs en daar kunnen we nu gebruik van maken. Het is ook echt het moment nu, hè, na de coronacrisis, om te gaan investeren in de jeugd. Er komt geld voor vrij. Er is grote achterstand hebben ze opgelopen, vooral de kinderen die het al wat moeilijker hebben. Dus dit is echt het moment voor die investering en dat gaan we in de raad ook zo naar voren brengen. Ja, we hoorden net al, er is een heleboel extra geld van het Rijk beschikbaar. Jullie gaan er nou in de raad over praten, maar dat geld gaat niet naar de gemeente, toch? Jawel, ja. Een deel gaat naar de scholen en een deel gaat naar de gemeente. Dus wij willen ook zeker dat de gemeente aan de slag gaat en dit als een van de prioriteiten benoemt. Dus jullie gaan dat eigenlijk samen met de scholen bepalen hoe dat wordt besteed? In principe is het aan de scholen zelf om te kijken van welke leerlingen hebben nou wat nodig. En daar kunnen ze dat geld dan voor inzetten. Maar de gemeente, ja, het zou heel mooi zijn als die ook wel een coördinerende en een stimulerende rol daarin pakt en die middelen ook gewoon heel zinvol besteedt. Dus ook door partijen bij elkaar te brengen en de dingen die je dan die nog over zijn of die aanvullend nodig zijn, dat die middelen daarvoor komen. Wat is voor jullie als PvdA het belangrijkste? Nou, wat ik een heel belangrijk punt vind, is de vrijwillige ouderbijdrage. We hebben scholen gesproken die aangeven van ja, dat is voor ons echt wel een zorgpunt. Want hoewel die vrijwillig is, zeggen scholen toch van nou, we verzoeken je vriendelijk om dit te betalen. Soms is het gewoon een heel hoog bedrag. Dan sturen scholen je naar de gemeente en dan zeggen ze nou, dan kun je vragen of de gemeente daar budget voor beschikbaar stelt. Want die scholen denken, ik heb dat geld nodig en dat snap ik. Want als je dat geld niet krijgt als school, dan kun je minder activiteiten ondernemen. En die activiteiten zijn juist weer nodig voor die ontwikkeling van dat kind. Maar tegelijkertijd, je kunt ouders niet dwingen. En het is gewoon, mensen schamen zich om naar die gemeente te gaan en dat geld te vragen. Dus ik vind eigenlijk dat daar een andere oplossing voor moet komen. En de gemeente geeft nu soms subsidie aan scholen. Zouden we niet kunnen kijken of die subsidie beter verdeeld kan worden? En echt naar de scholen moet gaan, naar, waar kinderen zitten met veel achterstanden. Nou, we beginnen bij jullie, bij Speel, de allerkleinste. Ja, zeker, zeker. En we hebben het net al even gehoord, het VVE, dat het belangrijk is voor het jonge kind. En dat we zo vroeg mogelijk kinderen zien en hun ondersteuning bieden die ze nodig hebben in ontwikkeling. En we ze dat ook aanbieden. En ook voor de ouders te zijn, zodat we kinderen als ze 4 zijn kunnen overdragen aan een van de scholen. En zo, zodat we samen de kinderen goed in hun ontwikkeling begeleiden. Dus ik denk, ja, misschien kan jij daar nog verder iets over vertellen. Ja, want we zijn hier ook bij de school van juf Suzanne, Viersprong. Klopt, ja. Een van de scholen in het gebouw. Heb je het al een beetje door kunnen nemen? Ja, ik heb het zeker een beetje door kunnen nemen, ja. Ja, ik vind die vrijwillige ouderbijdrage vind ik inderdaad een belangrijke. Ja, omdat, is dat een dingetje? Het is een dingetje, omdat veel ouders het niet kunnen betalen. Ja, soms niet willen betalen, maar goed, het is natuurlijk per kind. En het is vrijwillig, dus je moet heel goed aangeven wat je daarvan doet, welke activiteiten je daarvan doet. En wij willen niet dat kinderen, als zij hun ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald, dat ze dan niet mee mogen doen. Dus eigenlijk moet je dan heel veel uit je eigen budget bijleggen. Want je wil gewoon de activiteit. Dat is wel wat we doen. Want de activiteiten gaan we gewoon doen en daar gaan we geen kind van uitsluiten. Nee, dus dat vinden we belangrijk. Ontmoeting tussen klassen. Daar zijn wij op school ook heel erg mee bezig. Omdat actief burgerschap echt een pijler is bij ons op school. Dus wij proberen ook met een school in een andere wijk, met een andere populatie, samen aansluiting te vinden. En dat de kinderen elkaar ontmoeten, maar ook activiteiten met elkaar doen. Dus dat is ook een hele mooie. Dus dat is een belangrijke.
En zo staan er eigenlijk al een heleboel dingen op. Nou, dat voor- en vroegschoolse educatie. Wij werken in het gebouw ook samen met elkaar, met sowieso met de drie scholen en met de SPL. En dat is een hele belangrijke. Dus wat dat betreft staan er hele goede punten op.